Yo, yo, yo mensen, mijn naam is Ashley en super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Let's try it! Hoezo is dit lekker? Damn! Zo mensen, zoals je ziet ben ik weer toegekomen in Elst. Dat is omdat ik hier weer een afspraak heb met de enige echte shop, Siruso Art by Pommelien. Sowieso, dit is een tattoo shop. En ik heb een samenwerking met hun. Ja, wat echt wel chill is. Ik ga vandaag een fucking vette tattoo laten zetten. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Siruso Art by Pommelien. Sowieso. Nu moet ik eerst nog een kilometer, 100 meter stappen ongeveer. Heb ik er zin in? Nee, want het is fucking koud. Niet normaal. Eerst en vooral ga ik eerst naar de winkel gaan, omdat ik eerst zou willen drinken. Ik moet suikers binnen hebben voordat ik een tattoo laat zetten. Wanneer het schijnt gaat die tattoo sessie 6 uur duren, ik weet het niet. Allee, dat hebben ze mij toch gezegd. Ik heb stress. Ik heb echt fucking veel stress. Ik ga niet eens liegen. Ik had beter moeten vloggen in Gent. Daar mijn vlog beter moeten starten. Maar ja, ik ben hier nu. Ik had zenuwen en ik was een beetje verlegen. Ja, ik ga niet liegen. Sowieso, maar nu ga ik te voet naar daar gaan. Voordat ik naar daar weer swinkeltje. Joe. Oké, zo mensen, ik kom dus net van de Albert Heijn. Ik heb allerlei dingen gekocht voor de dag door te komen, sowieso. Want zoals jullie weten, ga ik het ertoe laten zetten. Ja, ik heb bananen gekocht. Ik heb sinaasappelsap gekocht en zo. Muesli-reep of zoiets met pindas of ik weet niet wat al thuis. Maar eerst en vooral wil ik een gembershot proberen. Ik ga je eerlijk toegeven, ik heb denk ik dit nog nooit gedronken. Maar ik heb gewoon hot ginger genomen, dat is zoiets. Dat is dit. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat het is, maar ja, gember, ja, kom. Source of vitamine A en D. Super gezond. Maar of dat lekker is, waarschijnlijk niet. Het gaat waarschijnlijk super hard branden in mijn keel. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dan maakt het mij tenminste wakker, sowieso, zoals je ziet. Ik ben lekker in Aals. Hier achter mij heb ik zo'n mooi parkje. Daar achter mij schuin over. Daar is het tattoo shop. Maar ik moet daar om 10 uur zijn. En het is nu, laat me kijken. Het is nu 9 uur 23. Ik ben eigenlijk echt wel benieuwd naar deze gembershotje. Ik zit zo op mij te kijken omdat ik zo mensen zie. En ik zie uiteraard mensen. Het is ochtend. I cannot. Oké mensen, kan ik het ook doen? Let's try it! Het zou waarschijnlijk zo nasty zijn. Oh my god, dat stinkt. Dat stinkt voor de zot gewoon. Duist hier boven de wind gewoon. Allee mensen, drink smakelijk. Moet dan het schijnt in één keer drinken, hè? Waarom ben ik zo fucking zenuwachtig? Gewoon voor een gembershot. I cannot leave. Hier kan ik gewoon niet mee. Ik heb meer stress om dit op te drinken dan dat ik dit tattoo wil laten zetten. Ja, eigenlijk echt niet. Nee. Ik heb wel eens moest verzinnen om gewoon daar weg te blijven ofzo. Oké. Santé, hè? Fuck, dat is pikant. Man, what the fuck? Zit er daar peper in ofzo? Ik weet, het is een beetje pikant. Ik weet dat gember een beetje pikant is, maar even doen normaal, hè. Zoveel koolhydraten. Oei. Mijn diëtist zal niet blij zijn. Mevrouw de diëtist, als je dit ziet, mijn excuses, maar ik ga door een intense pijn gaan.
Dus ik heb dat nodig. Eigenlijk mag dat geen excuus zijn. Toch doe ik het. Ik ga genieten vandaag, sowieso. Maar nu ga ik richting die tattoo-shop van nog even in die parkje zitten op het gemakje. Weet je, mijn gsm. Ik zie dat wel. Allee, nu ga ik gewoon. Ik heb stress. Iemand helpt mij, iemand. Want dit is niet normaal. Oh. Dat is geen goed voorbeeld. Zomaar aan een cafeetje drinken. Yes, you. Oké, dan zit ik hier lekker op een bankje, in een parkje. En gezellig gewoon, dit is genieten. Zeker in de ochtend op het gemakje, kijkende naar die tattoo shop. Echt waar, fucking fire, ik kan jullie, de vibes daar is altijd chill, sowieso. Altijd chill, ik ben daar maar één keer geweest. Maar echt waar, echt een aanrader. Ik zit er zo naar te kijken. You can already see it, or not. This one. Ik ga hier denk ik nog een tiental minuten zitten en dan ga ik naar binnen gaan. Nog even genieten van deze mooie boom hier. Ik ben één met deze boom. Yes. It's my info. Oh, een info. Ik ga een keer die trend proberen of dat er mij aanraakt. Secondje. De boom raakt mij aan. Raakt mij aan. What the fuck? Raakt mij aan. It's touching me. I cannot. Ik ben aanraakt geweest door een boom. Thank you. Yo man, alles goed? Stoppen, alles goed man? Ja man. Ziet ze? Ja, ja, sowieso. Zalig. Ik heb al een klein beetje stress, maar dat hoort erbij, ja. Zeker. Yo my guy. Everything good? Yes, thank you. Yes, yes, yes. Dat is Jeff Dartis. Jeff, you're the tattoo artist? Yes. Nice, nice. He's a famous vlogger from Belgium. Famous YouTuber from Belgium. Yeah. not the famous YouTuber in Belgium. Yeah. But yes, yeah. I'm a little bit famous on TikTok. I have 108,000 followers. Wow. That's really insane. DJ. Are you a DJ? Yeah, I am DJ. Nice. Second work. Yeah. Okay, can you let's some hear some music? That you had your or something? Start the work 3 years. Yeah. Oh, nice. Zeker. Ja, man. That's fucking. Heb je stress? Ik zie het, hè? Ik heb fucking veel stress. Maar wat zijn we nu? Moe, man. Niet normaal. Wat zei je? Dat is een. Dat is een magisch boek of wat? Ja, een boek. En klanten schrijven daar iets in als ze content zijn en zo. Dat is zo. Dat zijn wel leuke dingen, hè? Ik ga daar sowieso nog iets in schrijven. Oké, top. Oké, af en aan ben zeker? Ja, sowieso man. It's just another doorway to open up and see. What kind of lifeline will be waiting there for me? I need to bury all these fears. I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I feel the day that I lose the chance to fight. Yes, mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Yo, mensen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn in Seriso Art, zoals jullie kunnen zien. En ik ben hier samen met Fabian. Yo, we zijn een keer al uit hier, mensen. Hallo.
En ik ben hier ook met Matjos. Yes. En nu gaan we terug naar Ashley. Ciao. Oké, zo mensen, we zijn nu al een stukje verder met de tattoo, zoals je kunt zien. Maar we zijn even moeten stoppen omdat ik een verdovende zalf heb gevraagd. Omdat het gewoon te veel pijn deed. Ik kon het niet meer handelen. Dus nu moeten we even wachten tot wanneer dat werkt. En dan kunnen we verder grinden sowieso. Het wordt wel mega vet. Ik zeg het u eerlijk, het wordt mega vet. Ik ben stoked. STOKED. Let's go mensen. Check this out. Dit wordt nice. Ik ben echt blij. Ik ga nu liggen. Shoutout naar Siriso Art bij Pommelien. Mensen, één tip dat ik jullie echt wel kan geven is, als je een tattoo laat zetten, eet genoeg. Eet genoeg dingen waar dat er veel suikers in zitten. Als je op dieet bent, keer dan even niet om die dag, zeg maar. Pas op, ik probeer wel gezond te doen, maar ik heb daarnet een Big Mac gegeten. Maar dat was voor een TikTok video. Ga ik dan ook even nemen, want ik ben op dieet. Maar het is gewoon omdat dat een zwaar, intens iets is. Dus ga gewoon eten of zo. I'm eating a banana now. Er zit veel suikers in. En dat kan je echt helpen voor de energie. En voor mijn honger. Oké, er is wel muziek op, copyright dingen, dit, dat. Not okay, bitches. We have today er scheid aan. Dat is echt de vibe. Ik denk dat we nog ongeveer een uur en een half bezig zijn, misschien 2 uur, maar ik denk een uur en een half of zo. Kan 2 uur zijn. En dan ben ik klaar. Echt. Ik wil echt Siriso Art by Pommelien sowieso bedanken voor deze mogelijkheid, want dat is echt wel insane. Ik zelf kon me anders niet veroorloven. Maar deze samenwerking is gewoon prachtig. Ik hou er gewoon van. En ook gewoon bedankt dat er een verdovingsmiddel is. Zo'n crème, een verdovingscrème. Want anders, ik ging dat niet gehaald hebben. In het begin, ik had al super veel pijn. En nu met dat ding, met die verdovingscrème, is het al veel beter. Echt waar. Ik ben daar zo dankbaar voor. Ik ga niet liegen. Nou, I'm eating my banana. Op. Bosbiet. Oké, zo mensen. We zijn nu al 7 uur bezig aan deze tattoo. Jammer genoeg gaat het niet verder kunnen gemaakt worden, omdat ik te veel aan het bloeden ben. Ik heb 2 blikjes Monster gedronken. En als je cafeïne binnenneemt, ja, gaat je hart nu helemaal sneller kloppen en gaat de bloedsomloop nu helemaal sneller. En dan, ja, dus eigenlijk, ik heb het zelf een beetje verpest, maar dat maakt helemaal niet uit, want het is al super mooi sowieso. Juist gaat hij het nog afwerken met een beetje wit. Dus, en dan de volgende sessie werk ik deze tattoo af. In mijn hoofd is het moeilijk, maar it's oké. Okay. Het hoort erbij. Dus sowieso. Het is wel al nice. Ik kan niet liegen. Dus als beet werken we dit af met wit. Let's fucking go. Oké, mensen. Tattoo is zo goed als klaar. Yes, dit stuk moet nog gedaan worden. Maar het is wel al clean sowieso. Hi guys, follow me on Instagram. My name is Jeff Tattoo Art. Go follow him. Volgen is echt een super goede tattoo artiest. Hij heeft dit hier gewoon geflikt, besef. Yes, oké. Okay. Hij gaat dit nog cleanen. Ik ga plastic rond mijn arm krijgen. Ik ga iets meekrijgen voor de nazorg. En dan gaan we terug naar huis. Let's fucking go. Thank you guys. Thank you. Ciao. Oké, zo mensen, zoals je ziet ben ik terug buiten. Dat is omdat ik nu op weg ben naar huis. Het was echt wel een lange tattoo sessie. Ik moet sowieso wat nog terugkeren voor het af te maken. Maar nu, het ziet er al fucking fire uit, ik kan niet liegen. Ja, maar nu moet ik even doorstappen voor mijn trein te kunnen halen. Ik hoop dat ik nog naar huis kan. Gekke shit. Aalstje. Ik ben daarnet ook aangesproken door zo chille kerels in een uitgaansbuurt. Ze waren fan van mij. Ja, maar nu ga ik naar huis. Joe. I won't give
several days later. Oké, zo mensen. We zijn alweer 2 dagen verder. Ja, ik ben thuisgekomen. Ik heb de plastic folie van mijn arm gehaald. En ik heb mijn tattoo afgewassen. En dan ingesmeerd met de Siruso Art by Pomelin aftercare zalfje. Ruikt ook goed. Maar zo ziet mijn tattoo er nu uit. Mensen, het is niet pretty. Het gaat in een fase komen waarvan dat echt wel gaat genezen en zo. Waar dat het nu echt wel heel lelijk gaat uitzien. Maar het gaat echt wel mooi worden. Maar zo ziet het er nu uit. Bekijk het. Oké, zoals jullie gezien hebben, dit was het tattoo. Maar 5 oktober, dus binnen 3 dagen, denk ik. Want normaal gezien zijn we nu 2 oktober. Binnen 3 dagen ga ik terug naar de tattoo shop. Omdat ik juist dit nog moet laten afwerken. En dit. Want hij is nog niet volledig klaar. Zoals ik in enkele shots geleden gezegd heb. Wat voor mij 2 dagen geleden was. Maar zo, ik ga hierbij de video afsluiten. / vlog. Video, ja, maakt helemaal niet uit. Hebben jullie genoten van deze vlog? Vergeet dan zeker niet op dat duimpje te drukken. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar zeker even op, want als je daarop geklikt hebt, krijg je een notificatiemelding van YouTube wanneer dat er een vlog of een video online staat van mij. Of een short, want ik kan ook beginnen doen, maar dat maakt helemaal niet uit. Wat echt amazing is. En wat ik zoals dat ga zeggen, voor wanneer ik dat ga zeggen, is nogmaals een dikke shout-out naar Siruso Art by Pomelin, naar Kirio, naar Rufai, naar de volledige crew van die tattoo dinges. Het is gewoon amazing. En uiteraard naar Pomelin zelf ook. Dikke shout-out naar u, sowieso. Maar wat ik zoals altijd ga zeggen mensen, dat is tot de volgende video of vlog. Later.